Goedemorgen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Ons gast is Jon Rietslet Harry Bevers van de VVD in de gemeente Ljouwert. De nijbouw van het Cambuurstadion liet in gevaar na het onderwijsinstelling Friese Poort uit het project stapt. Neffens de squallen zou de gemeente Ljouwert de tijdelijke huisvesting van studenten betellen. De gemeente zei dat het net zo is. Wat binnen de gevolgen van dit wel eens niet eens gedoch? Zowel voor Cambuur als voor de politiek. Ja, daarop praten we met Harry Bevers, lid van de VVD, de vice-fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in Ljouwert. Welkom in het Politbureau. Wat toch niet je vreed doet je dat de Friese Poort eruit stapt? Ja, ik was totaal verbijsterd. Het bericht kwam voorbij via een pushbericht van Omroep Friesland. En eerst zit je even te kijken. Hoe? Totaal niet aanzien komen. En zeg je het echt net omkom? Nee, er was geen enkel signaal dat er iets mis aan het gaan was. Er was geen enkel signaal of bericht dat er problemen waren. Ja, en na het lezen van het bericht van Friese Poort was mijn eerste gedachte: wat is er in hemelsnaam gebeurd woensdag dat zo'n organisatie zich in zulke bewoordingen uitlaat over het vertrouwen in de gemeente Leeuwarden. Ja, en het had ik gedacht, omdat West hebben van, daar gaat het stadion. Ja, dat was het eerste wat ik dacht. Inderdaad, van je ziet gelijk het grote probleem opdoemen, dat als deze partij eruit stapt, dan valt er een heel grote basis onder het businessplan weg. Ja, de Bayern eigenlijk. Ja, het is eigenlijk wordt het heel erg ingewikkeld. Als deze partij zo eruit stapt, definitief, dan is het echt een heel groot probleem. Je mezelf ik nog bijpraat. Waar is het misgegaan? Kan je dat nou al sissen? Nee, ik weet dat niet. We zijn bijgepraat met een aantal woordvoerders over het probleem. Maar heel beperkt. Eigenlijk niet heel veel meer dan wat al in de persconferentie bekend was. Is het net raar dat je hem als Rietslet dan het meer weet? Nou ja, uiteindelijk, kijk, ik heb ook op dat moment al gezegd, ik vond op zich de volgorde al wat wonderlijk. Dat eerst de persconferentie was en toen de gemeenteraad bijgepraat werd. Ja, eigenlijk moet dat andersom. Maar goed, ik kan me voorstellen, op zo'n moment is er ook enige chaos. Dan moet je dat doen. Maar er is een vertrouwensbreuk, hè? Friese Poort, de topman, die zei het van de wie hier staat zijn, dat wij in de tijdelijke huisvesting, die zullen we eventueel in het Saailand kennen, dat de gemeente de hier vast in rekening nemen koer. Dat zullen die tassissingen die hebben, of kriegen hebben van de gemeente Ljouwert, Deinem, Douwstra. Die zitten van niks te weten. Ja, precies. Dat is toch heel raar, dat dit soort partijen categorisch oors erin staan. Ja, het is 180 graden verschillend. En nou ja, de uitspraken van Friese Poort zijn stevig. Vervolgens de reactie van beide wethouders is ook weer stevig. Er wordt dan geroepen, ja, er sprake van interpretatieverschil. Nou, dan laag je je niet in dit soort bewoording uit. Dus, maar hoe sta je erin? Waar ben je ook geneigd te leeuwen? Ik weet het niet. Dat is ook de reden waarom wij afgesproken hebben dat volgende week maandag uiterlijk er een stapel stukken moet liggen en een verklaring van het college van wat er gebeurd is. En op basis daarvan zullen we gewoon moeten kijken en ik denk heel snel het debat moeten aangaan van wat is er nu misgegaan. De Friese Poort heeft het vertrouwen eigenlijk op zijn in de beide wethouders van de gemeente Ljouwert dat ze maar praten. Hey, hoe dat vertrouwen nog? Ja, ik heb op dit moment kan ik geen oordeel erover geven. Dus ga ik ervan uit dat beide partijen van goede wil zijn en maar van goede wil waren. Hier van Biden het gelijk. Ja, maar dat kan ik niet beoordelen. Maar op basis van niks op papier? Nee. Is dat ik net nu van zo'n proces? Nou ja, er is door de wethouders, door Friese Poort ook nu wel gezegd, ja, er is wel wat mailverkeer. Dus ik denk dat dat gewoon sowieso op tafel moet komen, ook volgende week. Daar zou dan iets af moeten, daar zou je iets moeten afleiden. Hmm. Maar wat, dat weet ik niet. En van een project van 20 miljoen euro is wat mailverkeer. Dat komt heel amateuristisch over. Dat komt niet heel erg professioneel over. Nee. Het argument van de 12 wethouders, zou ik wijzen, van nou, als wij die hier voor ons rekening nemen als gemeente, dat krijgen we net door de gemeente hier. Dat klopt. Je hebt hier als VVD, Dirk Tjen West, had dat uitstelde kwam hier. Nou kijk, het is heel simpelweg. Nog meer geld in het project namens de gemeente, dat is geen issue. Maar het is een heel belangrijk project, 20 miljoen euro om en erbij. Dit zou ongeveer 1200.000 euro in het hierkostje maten, die tijdelijke huisvesting. Dat denk ik toch, van daar moet je toch uitkomen, machinaal. Dit blaas je toch net zo'n groot project omhoog. De gemeente steekt er al 4,5 miljoen euro in. Dat is al nog los van alle infrastructurele zaken en dat soort dingen. En daarvan is ook gezegd bij de vaststelling van het besluit, dat is het ook. We gaan niet meer geld erin. Dus 12.000, daar win je nooit meer akkoord gaan. Nee, op dit moment zou ik niet weten waarom. Dus daar in de wethouders gelijk in.
Ja, ze hebben gelijk. Ja, dat klopt. Mits natuurlijk, dat is hem niet. Hè? Want hoe krijg je ook nou de Friese Poort weer binnen boord? Hoe krijgen ze weer met de gemeente in Petteer? Nou, ik denk op de korte termijn, nu, eigenlijk deze week, deze dagen, denk ik dat je een poging moet doen om te kijken van kunnen we nog aan tafel komen en valt er nog te praten. Nou, de wethouders binnen net binnen beeld, want die worden net meer vertrouwd op de Friese Poort. Waar mat die Karel Loeken? Dat moet de burgemeester Kroonen doen. Ik denk dat is ook in dat college, denk ik, degene die nu het beste als verbinder op kan treden, die dat proces eventueel los kan trekken. Maar ja, hij moet ook gewoon kijken of er nog te praten valt. Ja. Als de Friese Poort natuurlijk zegt, ja, wij hebben helemaal geen zin meer onder geen enkele voorwaarden om te praten met de gemeente Leeuwarden, dan hebben we een groot probleem. Liant Krant hield ik een soort reconstructie. En daarin was zo dat het oordeel is van Oude Novage, maar Friese Poort, dat Friso Douwstra als wethouder, als je een topman van Friese Poort zei van, Loeken jou mijn integriteit in twijfel, waarop die topman zei, ja, toen is Friso Douwstra lulk voortrond, stiert in die reconstructie van de kranten. Ja. Dan is het toch een heel iets beetje basis om toch bij elkaar te komen. Ik als Soel Kroonen dan. Ja, het zal voor onze burgemeester ook niet makkelijk zijn. Maar ik vind wel dat hij gewoon zich nu eerst moet inzetten op dat te realiseren. Daarvoor is het project, voor zowel voor de stad, voor het WTC, maar vooral ook voor Cambuur en haar supporters gewoon zo belangrijk. Nou is het zo dat de beide wethouders, Deinem en Douwstra, persona non grata binnen, zeg ik maar even zeggen, bij de Friese Poort. Ja. Deinem houdt aan zijn op. Per februari is het opvolger Heijn de Haan van de Partij van de Arbeid. Kan deze beide man nog wel fungeren in hun huidige portefeuille? Ja, ik vind het heel lastig. Nogmaals, het ontbreekt gewoon op dit moment wel aan een aantal feiten. Wat ligt het aan oorzissen? Had de beide man van toneel verdwenen en de Friese Poort zou daar toch weer aan tafel komen? Zou je het er helemaal niet eens dat ze voortgaan? Ik denk dat deze wethouders dan heel goed moeten kijken wat het belang van Cambuur, wat het belang van de stad en wat ze dan moeten doen. Want ik denk inderdaad dat je in zo'n kwestie ook over je eigen schaduw heen moet stappen. Ja. Dus Joost is elk jaar dat zo matten naar zo'n frisse start. Als dat echt voorwaarde zou zijn om dit project los te trekken en door te kunnen gaan, dan in het uiterste geval is dat, en dat kan op twee manieren. Je kan dat doen door portefeuilles te wisselen. Door gewoon te zeggen, we zetten andere wethouders erop in. Of op een andere manier. Maar in ieder geval denk ik dat je daar dan heel goed over na moet denken. En op een manier een soort opstappen van Douwstra in dit geval wezen? Want Deinem Jiddelvoort. Ja, ik kan me voorstellen dat je eerst kiest voor een wissel om te kijken van wat is er nu verder gebeurd. Maar dat niks voor, dan zou dat de optie wezen. Ik denk dat voor wethouder Deinem ligt het wat makkelijker om eventueel. Die gaat al binnenkort weg. Daar zou je voor kunnen kiezen. Als het, nogmaals, als Friese Poort zegt dat is het punt waarop het valt. We kunnen niet meer met deze mensen praten. Ja, dan moet je daar naar kijken. En dan kan je kiezen voor of een tijdelijke wissel of vertrek. Ja, dat moeten we dan maar zien. Ja. Wat altijd feiten helaas van Takke Manje, jou net genoeg oplossingsbied en antwoorden. Wat dan? Er moet gewoon een volledig relaas op tafel liggen. Ja. En alle stukken. Als dat er niet is, dan vind ik dat de raad ook echt moet ingrijpen. En dan een eigen onderzoek starten. Dan moet er ook in de zin van een raadsenquête, dan denk ik dat je als raad, gezien ook de hoeveelheid incidenten die we al hebben gehad en die allemaal te maken hebben met communicatie, met verkeerd begrepen worden, dan moet je ook op een gegeven moment kunnen zeggen, wakkerspoort, biep, et cetera. Dan moet je ingrijpen. Een raadsenquête ligt op een parlementaire enquête. Ja. Maar zonder de mogelijkheden die een parlementaire enquête, je kent bijvoorbeeld net onder Ede jaren. Klopt. Wat zou de consequentie zijn, dat was een raadsenquête, uiteindelijk? Nou, uiteindelijk komt daar dan een oordeel uit. Ja. En daar zal het college op moeten reageren. Maar en dan zit je wel maar Cambuur die een probleem heeft. Friese Poort die er net instapt. Dus het is het einde WTC-complex, maar naar Cambuur Stadion. Nou, daarom zei ik ook van, we moeten eerst deze week zorgen dat onze burgemeester op pad gaat met het kijken naar een eventuele oplossing op korte termijn. Hoe slim zou het wijzen als het net trogiert naar Cambuur Stadion? Ja, ik moet er niet aan denken. We hebben er zo hard aan gewerkt. Eigenlijk alle partijen in de gemeenteraad is een unaniem besluit voor die ontwikkeling genomen. We hebben allemaal wat verschillend gedacht over de financiën die daarbij hoorden. Maar uiteindelijk, het zou natuurlijk voor en in eerste instantie gewoon voor de supporters, voor de spelers, voor de mensen van Cambuur, die al zo lang bezig zijn met dit stadion en zo, al zo lang daarna uitkijken. Ja, het zou dramatisch zijn. Iedereen snakt naar een stadion, maar de kans dat het er komt, is nog wel heel iets van. Is op dit moment klein. Okay. Ja. Dit is even scène hoe uw cartoonist Gerco van Beek naar deze materie zoen het.
Ja. Fjouwer, missen, zie ik nog even zeggen. Cambuur, de Biep, de Neushoorn en het Cambuur Stadion. En de Blokjespoort natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Goed, Arie Bevers, tegen dank voor je komst naar het politbureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit politieke programma. Graag gedaan. Ontzaf hier het politbureau. Bedankt voor Chen en graag ontnijwieken.